de nieuwe social app Clubhouse. Wij vertellen je er meer over. Welkom bij de Zicht Video Update. Wat leuk dat je weer kijkt. We praten in deze video weer bij over het laatste nieuws. Inmiddels hebben we er al veel over gehoord. Clubhouse. De nieuwe exclusieve social audio chat app waar je alleen op uitnodiging wordt toegelaten. Er is veel te doen om deze nieuwe app en dus zijn we er natuurlijk even ingedoken. Om te beginnen is de app invite-only ingericht. Dit zorgt voor iedere marketeer voor triggers, want we weten allemaal, FOMO is real. De mens is van nature nieuwsgierig en is aangetrokken tot exclusiviteit. We weten dat dit ook voor de consumenten geldt. Dit is dan ook de reden dat deze app ons nu opvalt en wij zijn niet alleen. In de wereld van Big Tech valt Clubhouse namelijk ook al op. Sterker nog, Twitter en Facebook zijn uiteraard onderhand achter de schermen al bezig met hun eigen versies hiervan. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt en wat dit uiteindelijk betekent voor het voortbestaan van Clubhouse zelf. In de vorm van kansen zien we op het eerste oog zeker innovatieve contactmogelijkheden voor bijvoorbeeld lifestyle-merken. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van exclusieve Q&A met een invloedrijk persoon. Of een exclusieve meet and greet. Wel delen we graag vanuit onze visie dat de app zich nog heel erg in een early adapter fase bevindt. Net als alle andere social media platformen is ook Clubhouse een middel en geen doel op zichzelf. Voor adverteerders is het op dit moment dus van belang om na te gaan met welke boodschap je actief wil zijn en of Clubhouse daarvoor het juiste omvat is. Belangrijke zaken bij bepalen daar zijn onder andere: hoe zit het met de brand safety voor mijn merk? En welke ROI verwacht ik? Denk hierover na en wil je hier graag over sparren? Neem dan contact met ons op. Het virtuele Social Today event is geweest en wij waren uiteraard aanwezig. Op het Social Today event delen thought leaders, vakexperts, grote en kleine merken tips, learnings en inspiratie over content, storytelling en campagnes. Wij hebben er genoeg learnings uitgehaald om op de hoogte te zijn van de laatste inzichten. Wij zullen deze binnenkort met jullie delen op de website. Ook dit jaar worden de verkiezingen van de prestigieuze mediaprijzen weer georganiseerd. De AMA's. Wie wordt een mediabureau, merk, exploitant van het jaar? En welke cases zullen worden bekroond? Zojuist zijn de data hiervoor bekendgemaakt. Afgelopen jaar was het voor het eerst in de geschiedenis van een digitale editie vanwege COVID. Dit jaar hopen we weer een fysieke show te krijgen. Om die reden zijn de AMA's van 2021 wat later in het jaar gepland. Op 2 september zal de strijd losbarsten om de awards. Maar voor het zover is, zullen er cases geschreven moeten worden. De deadline voor het inzenden van de cases ligt op 31 mei. Dan, last but not least, vorige week waren er weer de opnames van Marketing Report. Het radioprogramma over creatie, media en data. Peter Wieberga en sidekick Bas Vlucht praten met interessante marketeers over hun uitdagingen. Wil je de podcast beluisteren? Dan kan dat via de website of gewoon op Spotify zelf natuurlijk. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.